Nou, vandaag gaan we beginnen met de oefening touch. En touch betekent dat je hond je hand aanraakt. Samen met mijn eerste waterspaniel, Hazel. De oefening touch is een vlakke hand waar de vingers aaneengesloten zijn. Dus niet floppy, niet open, maar vlak. Hond die leert straks om met zijn neus jouw hand aan te raken. Op het moment dat je hem aanraakt, is dat touch. Nou is het de bedoeling dat als je hond die hand aanraakt, dat je hand meteen weghaalt. Want als je hem laat zitten, dan zie je heel veel honden zie je gaan likken of bijten. Dus dat is niet handig. Dus hij komt uit de lucht vallen. Zo. Touch. Goed zo. En je geeft hem een brokje. Bailey. Hallo zeg, dat meisje. Je laat je strakke hand zien, ik zal hem even laten zien. Je strakke vlakke hand. Dus niet met je vingers open, niet floppy, maar een strakke hand. Die laat je zo'n stukje voor de neus van je hond zien. En als die hond dan naar je hand toe komt en die aanraakt. En eigenlijk uit nieuwsgierigheid doen ze dat al. Dan zeg je goed zo en dan geef je een brokje. Nou, ga je gang. Ze loopt naar Bailey. Weg. Klein stukje hè? En dan je hand laten zien. Touch. Goed zo. Goed zo. Super. Eigenlijk in het begin heb je nog niet eens dat touch hoef je nog niet eens te gebruiken, want daar snap je natuurlijk nog geen bal van. Dus eigenlijk laat je eerst gewoon je hand zien zo. En als hij hem aanraakt, zeg je goed zo. En dan later zeg je pas goed zo. Ja, super. Wat ook verstandig is, is om je hand, dus als je hem zo laat zien en ze raakt hem aan, om dan je hand weg te halen. Want anders heb je kans dat ze erin gaat zitten bijten of gaat likken. En dat wil je natuurlijk ook niet. Ga je gang, nog maar een keertje. Goed zo. Ja, goed zo. Nou mag je touch gaan zeggen. De tweede, derde keer mag je touch gaan zeggen. Touch. Goed zo. Keurig. En je hebt ook nog een andere hand. Dus misschien kan je ook met je andere hand een keertje doen. Hey meisje. Bailey. Touch. Ja, goed zo. Super. Dan mag je nog een keertje voor de camera doen, want ik zat aan de kont te kijken. Touch. Ja, super. Goed zo. Dan haal je hand weg en dan geef je. Dus je laat een strakke, vlakke hand zien voor zijn neus. En als hij hem aanraakt, zeg je goed zo, haal je hand weg. Ja. En de essentie is dat hij naar jou toe komt. Hè? Ja. Niet dat jij die hand tegen zijn neus aan slaat. Kom eens hier. Even wachten, ik denk dat hij nog zijn... Kom eens hier. Ga maar naar hem toe, want het is niet, hoeft niet hier komen. Goed zo. Goed zo. Doe je weer een keertje je hand. Eigenlijk, uiteindelijk moet je staand die hand laten zien. Dus het is of, horizontaal of naar beneden. Oké. Okay. Nee, hij heeft dus nog geen idee. Dat werkt niet. Ja, wacht maar, komt wel. Ga maar naar hem toe. Kijk eens. Goed zo. Ja, goed zo. De volgende keer als je hem aanraakt, doet even precies hetzelfde. Hand op precies dezelfde hoogte. De volgende keer als je hem aanraakt, zeg je... Touch. Goed zo. Time het moment dat hij met zijn neus tegen je hand aan gaat. Ja. Dus op dat moment zeg je goed zo. Ja. Je hand voor de neus van je hond. Goed zo. Nog een keertje. Touch. Goed zo. Nog een keertje. Oh, laat je hem nou vallen. Ja. En laatste keer. Touch. Goed zo. Dan kreeg ik er een lik bij. En helemaal in het begin vind ik dat niet zo heel erg. Maar ik haal mijn hand weg. Dus één is, hij moet naar mij komen. Touch. Goed zo. En twee, ik haal direct mijn hand weg. Dan weet ik het niet meer. Touch. Ja, goed zo. Zie je, je ziet er nog een lik bij, maar dat komt straks wel. Oké. Dat gaan we er straks wel uithalen. In het begin vind ik het prima dat hij met zijn hoofd naar mijn hand toe komt. En dat ik mijn hand daarna weghaal, zodat hij niet gaat likken en bijten.
Oh, misschien wil je ook nog even zitten. Ja, goed zo, man. Knapperts. Knapperts. Ja, dat is klaar.